Landgenoten, namens de FDBB neem ik u even mee in onze voornemens voor het komende jaar. Ja, Sammy. Yo. Nee, ik ga nu die speech geven voor die mensen toch, burgers en zo. Ja, ja, heb update. Oké, okay. 100 miljoen naar Oekraïne. Geen probleem, neem ik mee. Nog wat? Gevechtsvliegtuigen naar Israël. Ja, zeker. Nou, dat is geen probleem, Sammy. Ik praat met hun. Ik neem u even mee in onze plannen namens de FDBB, oftewel de Fuck de Burgerbeweging. We beginnen met het mikken op een prijs van €20,15 voor een plakje kaas, €3,45 toeslag op het gebruik van zuurstof, €8 toeslag op een speklap en natuurlijk 20% korting op vlees uit de printer. Wat hebben we nog? Een boete van €600 op het hebben van een eigen mening. Het intrekken van de accijnskorting op de benzine. Accijnskorting weg is eigenlijk hetzelfde als... Ja, je moet gewoon meer betalen voor de benzine, pik! Maar ja, goed. Dat gaan we natuurlijk niet zeggen, want dat klinkt niet zo mooi. De koopkracht is historisch laag. Inflatie is historisch hoog. En steeds meer mensen onder de armoedegrens. Maar wij hebben toch nog wat geld gevonden om even oorlogje te spelen. Gewoon... Schieten. Ja, zoals rapper Tupac ooit zei, they got money for war, but can't feed the poor. Enorm geïnspireerd door deze man. Verder zullen we ons gaan focussen op het verder uitbuiten van ondernemers, het sluiten van de voedselbank en natuurlijk ons belangrijkste punt, het bestempelen van extremisme bij een visie die afwijkt van uw tv. En zoals we altijd zeggen bij de FDBB, fuck jullie allemaal, de moeder. Rechtsa. Ja, ik heb aan alles gezegd, alle punten, man. Zeker, ik heb ook die van Tupac, hè. They got money for war, but can't feed the poor. Ja, ik zeg niet, waarom?